Hallo mensen! Ik ben Melissa. Ik ben Emily. En ik ben Alwin. En dit zijn de Zomerweken. Vandaag gaan we 12 uur leven zonder multimedia. En dat is nu over 2 minuten. Ja, dat want we hebben te lang over de opening. Oké, nou Alwin heeft een contract gemaakt met allemaal regels. Die moet ik gaan voorlezen, want het is heel veel tekst. En wees het niet gelukt, zeg maar, om het door te lezen. Nee, maar we gaan tekenen, want we gaan tekenen graag contracten zonder we het gelezen hebben. Ja, ik vind dat altijd slim. Daar ging echt zo van, ik ben klaar voor, ik kan me tekenen. Ja, inderdaad. Maar we allemaal zo van, wat doen we? Ik heb het zelf gemaakt. Je hebt het gehoefd, ik heb mijn 5 uitgeprint. Ja, precies. Ja. We zijn al een minuut lang mijn horloge filmen. Het is nog maar een kwartier. Of een kwartier. 15 seconden. Ik wil net oprecht even mijn telefoon pakken. Gewoon zeg maar dat ik denk van, waar is die? Dat je even van automatisch wil je gewoon je telefoon pakken. En die straks boven. Spullen pakken, maar misschien is het op mijn telefoon, dat weten we niet. Ja. Ze moeten wel vertrouwen hebben dat ze het contract niet schendt. Nou, we gaan nu zo meteen in de stad om mijn verlaten verjaardagscadeau op te halen. Zonder telefoon. Maar op zich, dat wel, we gaan het zelf bezighouden, zeg maar. Dat niet heel heftig wordt. Maar we mogen wel pinnen. Ja. Want anders dan heb ik geen cadeau. Dus. In dat geval mag het. Als mijn cadeau zeg maar gevaar komt, dan mag het gebruikt worden. Ja. Het cadeau is er. Ja, dan ben ik het aan het openmaken, want dat is logisch. Dat, hè? Je weet niet wat het is, maar het is een shirt. Of mag ik het nog niet vertellen? En dat mag wel. Dus het is een shirt. Met allemaal foto's van ons erop. En we waren blij, want we waren even bang dat Emily het ordernummer moest hebben. En dat stond op mijn telefoon. Ja. Dus dat is wel. Maar gelukkig is dat niet. Hij is wel echt groot. Ja, maar hij is ook, hoe heet dat? Niet. Hoe noem je dat? Een stomme stofzuiger. Ja, hij is zeg maar niet lelijk. Zeg maar, noem je dat niet dat je zeg maar echt zo'n bedrukt shirt hebt. Ja, maar gewoon, ja, het is gewoon een normaal shirt, zeg maar. Ik vind hem leuk. Op. Ja. Wil je ze ook kopen via www.nolife.nl/webshop? Voor 20 euro, dan maak ik 2 euro winst. Ja. Ik kan niet zeggen hoeveel winst je maakt. Oh. Sorry, oké, wat gaan we nu doen? Terug naar huis? Brain up. Wat gaan we vanmiddag doen? Ja. Kijk eens mooi. Kijk eens mooi. Dat vind ik mooi. We are back. Yes, we are back. Kijken naar een zwarte tv. Nu is die uit. Het stond er zo van, druk op de afstandsbediening om me. Hij is uit. Ja, je hebt ons gelet. Ja, het was heel verleidelijk. Zo druk op de knop om hem aan te zetten. Ik was al zo lief om de film af te zetten dat je het hebt. Goed bezig. Ja. Hij steunt ons, zo. Ja. En Emily's spullen pakken. Ja, ik steun hem. Hij is echt gaat rinnen van, dit zijn de kinders. Dit ben ik. En dit is de moeder. Hey! Nou, 11:30 en we zijn nog steeds goed bezig. Niemand van ons heeft de regel geschonden. Heel goed. En we gaan nou eten, want we hebben allemaal heel veel honger. Beide. Schellen! En waar zijn we nu? We zijn in the middle of nowhere. Want dat hier staan geen telefoons om afgeleid te worden. Daar staan vooral geen huizen. Geen huizen. We hebben dus gezwommen. En dingen. Maar ik dacht, ik ga niet filmen, want privacy en zo. Nee, we zijn wel opgehaald. Ze hebben wat naar huis zijn gelopen. Nee, we zijn opgehaald. En we hadden ook gegeten, friet en een broodje kroket. We hebben een strandbal gekocht. En er waren heel veel kleine irritante kinderen, maar wij waren ook irritant. Dus dat compenseert weer. Wij waren dat irritante oude groepje wat je nog herinnert uit je jeugd, weet je wel. Die had waar je trauma's aan hebt. Tegen je hoofd aan. En je ging een schoppen. Zoveel mensen raken gegooid. Ja, daarom. Zoveel mensen, nee. Ik bedoel het niet zo, sorry. Nee. Maar we lopen nu naar mijn huis om spul te halen. En dan gaan we terug naar Alwin's huis. De weken is goed voor je. Ja. En zo wordt het niet opgeleid. Nee, ik mis mijn telefoon op dit moment niet. Maar nee. Dan kom niet? Nou, nee. Maar dan kom, hier heb ik nooit internet, dus hier pak ik hem ook nooit. Nee, ik had in de auto de neiging om hem erbij te pakken. Ja, ik ook, dat wel. Maar... Ik ook niet. Volgens mij. Ik ben afgekikt. Woe! Ja, maar jij hebt geen internet. Dat is waar. Dat is anders. Oh. Maar ik was al minder dan dat ik geen internet had. Maar ik heb het vooral als ik thuis bij mij thuis zou zitten, dan zou ik het echt heel erg hebben. Ja. Of bij jou heb ik ook al internet. Ja, bij mij is het altijd even erg. Ja, op zich valt het wel mee. Ja. Maar het gaat goed. Ja. Nou, we zijn nu bij Alwin en we gaan spelletjes spelen. Want dat doe je als je niet op je telefoon kan. Ja. En op Netflix en op de tv. En Jori is er. Eindelijk. Hij is vast. What's up, Jori? Het gaat wel. 5:05, dus nog 3. Blijf je mobiel af. Eigenlijk moet het af. Jori gaat meedoen.
Hij komt ons steunen, laatste paar uur, op het zwaarst is. Ja. Dat we een team zijn. Ja, ik sta bij al in team. Oh. En Emily wil niet opstaan. We hebben niet zo. Nee, omdat jullie hebben besloten zo. Niet waar. Ik was er niet bij. Sorry, gaan we ruzie maken. Ja, nee. Ik vind Jorrit toch wel leuker. Hey, teamgenoot! Dan gaan jullie zo wat inmaken. Die zijn losers met jullie witte t-shirts. Ja, wij zijn team wit. Ja. Ik ga niet. Ik heb nu al ruzie team. Dat er nou weer heen. Mag ik gooien? Bij jou gaat dat vaak. Oké. Ja, bij mij ook. Nou, je tekent met je ogen open. Okay. De tip is een plaats. Mag ik het ook zien? Mag ik zien? Nee. Mag ik het wel zien? Mm. Laten we het wel aan de camera zien. Ja, dan ziet het. Oh ja, misschien wel pakje. Je mag het pas oh ja. Ja? Precies. Ah, je tanden. Nee. Dat is geen plaats. Palmboom. Ja, ja, ja. Hawaii. Strand. Tropen. Zon. Ik wil goed steken, maar dat kan ik niet. Sahara. Duinen. Strand. Plasje water. Ja, zo. Vakantie. Dat was een kameel. Dat was een oase. Van een boompje in de woestijn, weet je wel. Ja, misschien een plaats. Met het volgende spel. Dit spel is heel oud. Het past bij onze oude dag. Of zo, het klinkt heel raar op de oude dag. Ik wil winnen. Ik wil jou. Ik heb net 2 keer verloren. Maar nu gaan we wijn drinken. Grapje. Ik had vragen, want het is sowieso... Ja, vragen. Dat staat er dan, heb je dat verzonnen. Wacht dan even. Neem gelijk taart mee. Taart? Worden we nog opgenomen? Ja. Oh. Wil je wat zeggen? In de inrichting, ja. Ik vind iedereen zeer irritant. Vooral mezelf. Je vindt het eigenlijk erger dat ze een dag met ons opgeschreven zijn, dat je een dag zonder telefoon bent? Nee. Oké. Okay. Hij heeft nog wel steeds niet door de gaten gepakt. Nee! 1 uur. Ik kan mijn vinger voor de lens. 1 uur. En dan zijn mogen we op ons telefoon. Nee. Oh, hij heeft ontdekt dat we geld van hem gestolen hebben. Dat is ook zo, want ineens waren al mijn 5000... Ja, dan zag ik ook, hij heeft ontdekt dat we geld van hem gestolen hebben. Ik had zoiets van, ja, ik weet niet of die bitches zijn. Dus dat kan wel zelf vertellen. Ja, die 5000 zijn weg. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen. Jij maakt overal een probleem van. Ik maak er geen probleem van. Ja, je kan niet tegen je verlies. Jawel, ik zeg alleen dat ik het door had. Dat is wat geen telefoon met je doet. Dat is wat geen telefoon met je doet. Ja. Ik ga er niet met z'n chickie spreken. Kom maar. Kom maar een ratslag. Nee, dat is niet eng. Pas op voor de poep. Goed zo. We hebben discussie. We hebben nog discussie over wat ze gaan doen. Om wat ace is. Ja. Wat geen discussie. Oké. Okay. Was... Training wel matchen. Wij zijn dicht. Ja. En zij doen. Klopt. Wij zijn positief. We staan positief in het leven. Maar wij zijn ook passief. Wij zijn passief en actief. Klinkt heel raar, gewoon heel passief. Ja, nou, wij zijn gewoon, weet je niet, van onze oude dag. Wij zijn niet van onze oude dag. We zijn 17. Ja. Hij is bijna 18. Ja, je bent net 17. Ik ben net 17. Dat is best wel oud. Dat vind ik ook. Ja. Dat is al 17 jaar, hè? Ja, gewoon voor 2000. We zijn in de 20ste eeuw. Wij zijn van de vorige eeuw. Je moet respect voor ons hebben. Ja. Oké, hun twee, zeg maar Jorrit en Emily, hebben al 4 tennisballetjes kwijtgemaakt. En wij maken een mooie tekening. What time is it? 10 minuten. Oeh, nog 10 minuten. En gaan we daarna nog Netflix kijken of niet? Wat is jullie nabespreking? Het is nog 1 minuut. Hoe voelde het? Ik vond het laatste uur stom. Ja, het laatste uur was niet leuk.
Nee. Dat was het dieptepunt, was het hoogtepunt. Ja. Het dieptepunt was zeg maar dit laatste uur. Ja. Toen we klaar waren met levensweg. Ja, eigenlijk wel. Ook toen was het een beetje spannend. Oké, het is nog 20 seconden. Ja. Wat een raar, waarom gewoon weer aanraken? Hij heeft nog zeer over 20 seconden. Ja. 15. Heftig dit. We zijn zo stoppen ze in naar binnen. Oké, gaan we aftellen? Ja. 5. 4. 3, 2, 1. We hebben het gehaald! We hebben het gehaald! Nou zijn we vanaf, dan kan ik mijn mobiel pakken, maar ik heb geen zin om mijn mobiel te pakken. Nee. Hierin! Melissa en ik fietsen naar huis na een heftige ervaring van 12 uur zonder dingen. Om het af te sluiten, dan begint het ineens fucking hard te regenen. Gelukkig ben ik bijna thuis, Melissa niet. Rip Melissa, Jury heeft geen jas bij. Jury is helemaal verdukt, die moet nog een kwartier of zo. Nou, dat was het wel. Oh, meneer, dat moet jij zeggen. Hou van mij, hou vandaag en hou van ons. Hou wij ook van jou. Bye. Je kan beginnen hoor. Doe je ook een hallo? Hallo mensen, oké. Okay. Nee, mensen! Ja. Mensen! Belangrijk! Hey, nee! 3. Nee, niet lachen. Ik lach in alle handen, oké. Moet ik ons even uitzetten? Nee! Nee. Oh, oké. Okay. Nee, wat even opstappen. Hallo mensen! Die lage stem, die knip heel Oké, ik zeg wel niks. We zijn gewoon niet gewend, dat is het probleem. Oké, ik zeg... Je mag het wel zeggen, dat is het raar als je Ja, maar dan sta jij heel de tijd te lachen. Nee, we moesten even... Hallo mensen. En ik ben Alwin. En dit zijn we zo meeken. En ik ben Emily. En ik ben Alwin. Je moet geen N zeggen. Ja, dat is wel. En ik ben Emily. Ja, dan gaan we door, eentje. Oh ja, wacht. Ja, allemaal achter ons alweer. 1. Heel slecht af, dat moet je natuurlijk slecht van de dag. En vandaag gaan we 12 uur zonder multi. Dat is mooi, dat is multimedia. Het is nog 2 minuten.